Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vandaag met de ondersteuning van de UNICEF de snapshot-versie van de Multiple Indicator Cluster Survey, MICS, gelanceerd. Angela Salmo, directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, haalde aan dat deze versie van MICS in het bijzonder de leefomstandigheden van gezinnen meet. MICS is in de jaren 90 ontwikkeld door de UNICEF om internationaal vergelijkbare data te verzamelen over vrouwen en kinderen. Het doel was beleid te ontwikkelen gericht op vrouwen en kinderen. Salmo haalde verder aan dat de bedoeling van de snapshot-versie ook is dat beleidmakers en andere belanghebbenden in vogelvlucht kunnen zien wat de meest opvallende onderzoeksresultaten van de MICS zijn. Het is een tool om data inzichtelijk te maken en om te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid, programma's en projecten. Om de gemeenschap Casico doelgroepen zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen dienen, is volledige en betrouwbare informatie een vereiste. Wel nu is gebleken dat we als land nog steeds niet optimaal gebruik maken van beschikbare data. Met het publiceren van de Statistical Snapshot hopen wij een stap te zetten in de verbetering hiervan. Vandaag, 14 februari, wordt internationaal gekenmerkt als de Dag van Liefde. Er is geen mooiere dag om dit document dat inzicht verschaft in de leefomstandigheden van onze Surinaamse mannen, vrouwen en kinderen te publiceren. Het is de bedoeling dat we met deze informatie aan de slag gaan om continu en blijvend te proberen deze leefomstandigheden te verbeteren. Geneviève Pinas, voorzitter van de technische commissie MICS, zegt dat de survey ook indicatoren meet die gekoppeld zijn aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Sylvie Fouet, UNICEF-vertegenwoordiger in Suriname en Guyana, haalt aan dat MICS reeds informatie beschikbaar heeft over HIV en vrouwen. De mix alleen meet 40% van de SDGs en ziet daar het belang van de mix voor Suriname. Suriname heeft zich internationaal gecommitteerd aan het behalen van deze SDGs. En met de mix 6 is het dan een nulmeting voor de SDGs in Suriname. Een ander belangrijke factor bij de mix 6 is dat alle voorgaande mix, het is eerder al verteld dat mix niet voor het eerst is georganiseerd in Suriname, het is namelijk de vierde keer. En alle voorgaande mix waren dan voor de informatie over vrouwen en kinderen. Echter is er bij mix 6 een extra vragenlijst toegevoegd, zodat we ook de informatie over de mannen. Want wil je de levenssituatie van kinderen verbeteren, dan kunnen we de mannen niet vergeten. Zij even belangrijk. Women and maid main age 15, 49. So it's like when you become adult a little and then towards the working forces. Only 50%, one out of two, have a comprehensive knowledge about HIV/AIDS. And a third only, so one out of three, have knowledge about HIV/AIDS prevention. It's still a journey. There is a high stigmatization still. They are saying 60%, 64%, so 6 out of 10 reported discriminatory attitude towards people living with HIV/AIDS, for example. So you also have, you know, data, I would say quantitative information, but also behavior, attitude, and qualitative. Sylvie Fouet, UNICEF-vertegenwoordiger in Suriname en Guyana. Zij sprak vandaag bij de lancering van de snapshot-versie van de Multiple Indicator Cluster Survey, MICS. De lancering vond plaats in de Yakana Amazon Wellness Resort.